Een hele goede middag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik hoop dat het goed gaat met jullie, met mij gaat het goed in ieder geval. Er zijn naar mijn mening heel veel producten die disproportioneel veel aandacht krijgen voor de gezondheidsvoordelen die ze daadwerkelijk hebben. Denk hierbij aan spirulina, goji bessen, de welbekende superfoods. En begrijp me niet verkeerd, ik zeg hiermee niet dat ze helemaal niks doen voor de gezondheid. Maar als je de gezondheidsvoordelen afzet tegenover de prijs, want vaak zijn deze producten erg duur, dan vind ik ze heel erg overgewaardeerd. En net zoals dat ik vind dat er overgewaardeerde producten zijn, vind ik ook dat er enorm ondergewaardeerde producten zijn. Waarvan groene thee misschien wel het meest ondergewaardeerde product is van allemaal. Aangezien het drinken van groene thee een enorm scala aan gezondheidsvoordelen kan geven. Voor, laten we eerlijk zijn, een hele schappelijke prijs. En dat is dus waar ik het vandaag met jullie over wil hebben. Alles over de gezondheidsvoordelen van groene thee. Dus mocht je dit soort video's nu leuk en handig vinden, laat dan zeker even een blauw duimpje omhoog achter. Mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, welkom. Vergeet vooral niet even te abonneren en op dat belletje te klikken. Want er komen veel meer van dit soort video's aan en hoef jij die dus niet te missen. Mocht je nu bij jezelf denken van, goh, ik kan hier misschien wel wat hulp bij gebruiken. Of dat nu is gezonder eten, gezonder leven, afvallen, vetverlies en of spiermassa opbouwen. Kijk dan zeker even in de beschrijving, want daar vind je een linkje naar mijn website. En daar staat mijn 1-been coaching, maar ook mijn op maat gemaakte schema's. En tot slot, laat me ook eventjes weten of jij al groene thee drinkt. Ja of nee. Of gebruikt op een andere manier. Dat kan natuurlijk ook. Dat gezegd hebbende, laten we eerst eventjes met wat basics beginnen rondom groene thee. Dus allereerst, wat is het? Welke soorten zijn er? En wat zit erin? Beginnend met, wat is het nu precies? Groene thee is gemaakt van de Camilla sensis plant. De jonge bladeren van deze plant worden onmiddellijk na het oogsten behandeld met stoom of geroosterd. Hierdoor behoudt het ook zijn kleur en smaak, maar ook de meeste stoffen die erin zitten. Vervolgens worden die bladeren gerold en geplet en bij een lage temperatuur gedroogd. Waarmee we eigenlijk de inhoud van zo'n zakje groene thee hebben. Aan zo'n zakje kunnen dan ook nog verschillende smaken worden toegevoegd. Denk je bij aan citroen, cranberry, jasmijn en matcha, waardoor ook eigenlijk de verschillende soorten groene thee ontstaan. Waarmee we ook komen op, wat zit er dan precies in? En laten we daarbij op macroniveau beginnen, dus calorieën en macronutriënten. En dan kunnen we eigenlijk zien dat een kopje thee, wat zo'n 125 milliliter is, niks bevat. Dus geen calorieën en logischerwijs daarmee ook geen macronutriënten. Dus vetten, koolhydraten, vezels en of eiwitten. Logisch ook wel, aangezien thee voor zo'n 99,9% uit water bestaat. Op microniveau, dus vitamine, mineralen en spoorelementen, scoort het al wel iets beter, maar zit er nog steeds niet ongelooflijk veel in. Zo bevat het wat vitamine B6 en B11. Ook bevat het wat magnesium, zink, calcium, fosfor en kalium, maar zijn het opnieuw geen hoeveelheden om over naar huis te schrijven. En nu denk je waarschijnlijk bij jezelf, oké, maar Donald, wat maakt groene thee dan zo gezond? Waarom vind je het zo ondergewaardeerd? Nou, dit heeft te maken met de fytonutriënten en andere bioactieve stoffen die we terugvinden in groene thee. En fytonutriënten zijn stoffen die van nature voorkomen in planten. Fyto, plant, nutriënten, voedingsstoffen, plant, voedingsstoffen. En onthoud, groene thee is gemaakt van die Camilla sinensis plant. Deze stoffen geven onder andere de kleur aan het product. Zo kan je eigenlijk al zien dat elke plant een hele andere opmaak aan die fytonutriënten heeft. Aangezien ze bijna allemaal een andere kleur hebben. En kunnen sommige van die fytonutriënten ook een antioxidante werking hebben. Oftewel een ontstekingsremmende werking. Nu zijn deze fytonutriënten en andere bioactieve stoffen waar we het over gaan hebben niet essentieel om in leven te blijven. Zoals calorieën, vitamine en mineralen dat wel zijn. Maar omdat iets niet essentieel is, wil niet zeggen dat het niet alsnog een positieve bijdrage kan leveren aan het beschermen tegen bepaalde ziektes en of het beter laten functioneren van je lichaam. Maar de fytonutriënten waar groene thee vooral rijk aan is, zijn de polyphenolen. En dan met name de stoffen capsaïcins, flavonoids, anthocyanide en fenolzuren. Aangezien we de fytonutriënten, momenteel zijn er meer dan 25.000 bekend, kunnen opdelen in verschillende categorieën. En binnen die categorieën vallen dan ook weer allerlei verschillende stoffen. Maar zoals ik al zei, niet alleen die fytonutriënten zitten erin, ook andere bioactieve stoffen. Daarbij kan je denken aan cafeïne en theïne, vinden we terug in groene thee. En momenteel zijn er meer dan 500 verschillende stoffen in groene thee teruggevonden. Dus er zijn momenteel 500 verschillende stoffen waar wij van weten, die allemaal op hun eigen manier weer een positief effect kunnen hebben op de gezondheid. Dus laten we eens gaan kijken naar die effecten die deze polyphenolen, die groep plantenstoffen en andere bioactieve stoffen op ons lichaam kunnen hebben. Beginnend met gewicht. Het drinken van groene thee heeft een klein gewichtverlagend effect. Dit komt waarschijnlijk door de cafeïne en capsaïcins die we terugvinden in
groene thee. Beide kunnen namelijk de stofwisseling licht verhogen. En als we meer gaan verbranden op een dag en de hoeveelheid die we eten en drinken verandert niet, er eventjes van uitgaande dat de hoeveelheid die jij eet en drinkt momenteel de hoeveelheid is die jij nodig hebt om je gewicht te onderhouden, dan kan dit voor gewichtsverlies zorgen. Want de hoeveelheid die erin komt blijft hetzelfde, maar de hoeveelheid die eruit gaat, gaat wat omhoog. Nu is die verhoging van de stofwisseling wel erg klein. Zal je hierdoor alleen geen kilo's afvallen. Maar moeten we met voeding ook altijd de vraag stellen, voor wat vervang je het? Want als je nu groene thee gaat drinken, ja, voor wat komt dat dan in de plaats? 9 van de 10 keer is het namelijk niet zo dat we groene thee erbovenop gaan gebruiken. Nee, als we nu iets zoals cola drinken, waar wel suiker in zit, dus de variant waar wel calorieën in zitten, gaat dat eruit en komt groene thee erin. Dus als jij dat nu gaat doen, je gaat iets waar wel calorieën in zitten vervangen voor groene thee, waar geen calorieën in zitten, dan gaat ook nog eens de hoeveelheid die erin komt omlaag. Koppel dat met die kleine verhoging en dan tikt dit wel echt. Ah, dus als jij nu meerdere glazen fris, siroop en of vruchtensappen drinkt en je gaat deze allemaal vervangen voor groene thee, kan het samen met die verhoging van stofwisseling wel echt om kilo's gaan. Waarmee we op de bloedsuikerwaardes en insulinegevoeligheid komen. Want we weten dat gewichtsverlies hierbij helpt. Dus als jij door het drinken van groene thee wat afvalt, dan zullen deze al verbeteren. Maar zelfs los van gewichtsverlies kan groene thee deze mogelijk verbeteren. Door de polyphenolen in groene thee, dus die plantenstoffen waar ik het net over had, kan de insulinegevoeligheid omhoog gaan. Dus de cellen reageren beter op dat hormoon insuline. Daarnaast zijn er ook wat aanwijzingen wat laat zien dat groene thee-extract, supplementatie, glucose, wat een duur woord is, voor suikermetabolisme in de cellen kan verbeteren. Dus je lichaam kan die suikers beter verwerken. En tot slot kan het de insulineafgifte, dus de hoeveelheid insuline die er vrijkomt, ook verbeteren. Dus eigenlijk op verschillende manieren kan het gebruiken van groene thee de bloedsuikerwaardes en de insulinegevoeligheid ten goede komen. Waarmee het dus het risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 verlaag. Nu wil ik er wel eventjes in alle eerlijkheid bij zeggen dat de meeste van deze onderzoeken gedaan zijn in muizen, waar niks mis mee is. Maar als we kijken naar de onderzoeken die er zijn in mensen, dan is het wat minder duidelijk. Dat wil niet zeggen dat er geen onderzoeken zijn die een positief effect laten zien, want die zijn er wel degelijk. Maar er zijn er gewoon nog niet echt genoeg om een daadwerkelijk harde conclusie te trekken. Wat me op hart- en vaatziektes brengt. Een van de meest voorkomende doodsoorzaken in Nederland momenteel. Hieronder vallen een hartinfarct, beroerte en of longembolie. En met het mogelijk verlagen van het gewicht en het mogelijk verbeteren van de bloedsuikerwaardes en de insulinegevoeligheid, verlaag je sowieso al je risico hierop of op het ontwikkelen ervan. Maar zelfs los hiervan kan groene thee je risico hierop verlagen. En deze zijn wel echt overduidelijk bewezen, ook in mensen. Zo geeft het gebruiken van groene thee een kleine verlaging in het LDL-cholesterol, maar ook een kleine verlaging in bloeddruk. En laten we met dat LDL-cholesterol beginnen. LDL-cholesterol wordt ook wel eens het slechte cholesterol genoemd, aangezien te veel LDL-cholesterol kan blijven plakken aan de binnenkant van de aderen, waardoor slagaderverkalking ontstaat, de kwaliteit van deze aderen achteruit gaat en jouw risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziektes omhoog gaat. Nu lijken de polyphenolen in groene thee de opname van cholesterol in de darmen te verlagen, waardoor er ook minder cholesterol in de lever zelf komt. Je lever merkt dat op, dat denkt, hé, er komt via dieet niet zo heel veel binnen. Laten we dan maar wat uit die bloedbaan halen. Aangezien cholesterol wel gewoon een hele belangrijke stof is en het lichaam dat voor meerdere dingen gebruikt. Waardoor op deze manier eigenlijk dat LDL-cholesterol weer omlaag gaat. En dus ook jouw risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziektes. Dan de bloeddruk. Want ook hierbij kan groene thee helpen. Een te hoge bloeddruk verhoogt namelijk je risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziektes. Op verschillende manieren. Maar je kan je wel voorstellen, als er continu heel veel druk op die aderen staat, dat is eigenlijk wat bloeddruk zegt, de hoeveelheid druk die er op de aderen staat, dan komt er continu een enorme kracht tegen die aderwand aan. En de kans dat er dan scheurtjes ontstaan, ja, die wordt erg groot. Waardoor opnieuw de kwaliteit van die aderen achteruit gaat. En je risico op hart- en vaatziektes omhoog gaat. Maar die polyphenolen in groene thee, die helpen met het elastisch houden van de aderen. Dus het soepel houden als het ware. Waardoor ook al komt dat bloed echt met een rotgang eraan, ja, die aderen die veren gewoon lekker mee. Op deze manier kan het dan ook minder snel schade doen. Want ze vangen eigenlijk meer die klap op. En nogmaals, deze effecten zijn wel echt overduidelijk bewezen in mensen. Dus zelfs los van dat mogelijke gewichtsverlies en zelfs los van die mogelijke verbetering van bloedsuikerwaardes en insulinegevoeligheid, kan je hiermee je risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziektes dus verlagen. En gaat dat opnieuw via die polyphenolen. Dus ondertussen begint het wel duidelijk te worden, denk ik, dat het gebruiken van groene thee een
best krachtig effect op je gezondheid kan hebben. Maar we zijn nog absoluut niet klaar. Want ook zal het gebruiken van groene thee je risico op het ontwikkelen van kanker verlagen. Maar niet alleen kanker, ook verschillende vormen van dementie. Denk hierbij aan Alzheimer's en of Parkinson. Dus al met al genoeg redenen om je groene thee te drinken. Maar hoeveel, vraag je je dan waarschijnlijk af? Want is meer altijd beter? Nee, dat ook weer niet. 3 tot 5 koppen per dag lijkt de ideale hoeveelheid te zijn. Waarbij ik dan het liefst heb dat je die aan het begin van de dag drinkt. Dus ochtend en of begin van de middag. Aangezien er in groene thee wel cafeïne zit. En alhoewel cafeïne heel veel gezondheidsvoordelen kan hebben, wil je er niet te veel van binnenkrijgen en het liefst ook niet te laat. Aangezien het wel de slaapkwaliteit negatief kan beïnvloeden. Dus dan heb je al die positieve effecten van groene thee, maar doe je dat eigenlijk weer teniet door slecht te slapen. Wat natuurlijk zonde zou zijn. En om dit te voorkomen zou ik dus eigenlijk adviseren van joh, drink die 3 tot 5 koppen groene thee, maar doe dat wel in de ochtend of begin van de middag. Aangezien de halveringstijd van cafeïne, en halveringstijd betekent de hoeveelheid tijd die het kost om de helft van die stof af te breken of te verwerken, 5 tot 6 uur is, afhankelijk van de persoon. Sommige mensen breken het heel snel af, andere mensen doen er heel lang over, maar als je er dus al aan het begin van de middag mee stopt, dan zit je waarschijnlijk wel goed. Waarmee we ook eigenlijk alles hebben gehad wat ik vandaag wilde bespreken. En hoop ik dat het duidelijk is waarom ik het drinken van groene thee zo'n ondergewaardeerd iets vind. Aangezien het een heel scala aan gezondheidsvoordelen kan geven. Het mogelijk verlagen van je gewicht. Het verlagen van je risico op het ontwikkelen van verschillende vormen van dementie. Dat alles voor een hele schappelijke prijs. Aangezien het drinken van water, koffie en of thee echt bij far de goedkoopste dranken zijn. Dus mocht je nog geen groene thee drinken, voeg het dan alsjeblieft toe. En mocht je het wel drinken, laat me vooral eventjes weten wat jouw favoriete smaak en of soort is. Dan hoop ik dat jullie deze video leuk en handig hebben gevonden. Vond je deze video nu leuk en handig? Laat dan zeker even een blauw duimpje omhoog achter. Mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, nogmaals welkom. Vergeet gewoon niet even te abonneren en op het belletje te klikken. Want er komen veel meer van dit soort video's aan en hoef jij die dus niet te missen. Mocht je aan de hand van deze video nog vragen hebben, wat ik zou begrijpen, want ik ben aardig snel door verschillende dingen heen gegaan, laat ze dan altijd eventjes achter in de reacties, want ik help je graag verder. En over verder helpen gesproken, mocht je nu hulp nodig hebben bij gezonder eten, gezonder leven, afvallen, vet verliezen en of spiermassa opbouwen, kijk dan zeker even in de beschrijving. Daar vind je een linkje naar mijn website en daar staat mijn 1-op-1 coaching, maar ook mijn op maat gemaakte schema's. Maar dat was dit voor vandaag. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.